een ridderkasteel met ophaalbrug bouwen. Een kasteel moet worden beschermd tegen draken en andere monsters. Daarom zijn er altijd hoge kasteelmuren en een ophaalbrug. Die kan worden opgehaald om de koning en de koningin te beschermen. Voor het ridderkasteel heb je de volgende materialen en hulpmiddelen nodig. Een grote kartonnen doos voor de muren van het kasteel. Een aantal kartonnen rollen of langwerpige dozen voor de torens. Gekleurd papier voor de kantelen en daken en vilt voor de vlaggen. Touw en een paar kralen voor de ophaalbrug. Houten satéprikkers, pritstick, pritwitte knutsellijm, prit zonder schaar, prit posterbuddies, een schaar, een potlood, viltstiften, een hobbymesje en een dikke stompe naald. Onze tip voor ouders en volwassenen: op bepaalde momenten is de hulp van een volwassene nodig. Hou dan toezicht zodat je kind zich niet bezeert. Laten we beginnen. Knip een stuk knutselpapier in brede stroken. Dit worden de kantelen voor de kasteelmuren. Maak genoeg stroken om de hele bovenrand van de doos mee te bedekken. Knip vele kantelen in de bovenrand van de stroken. Om te zorgen dat de kantelen gelijk zijn, kun je ze van tevoren op het papier tekenen met een potlood en liniaal. Lijm de kantelen helemaal rondom vast aan de bovenrand van de kasteelmuur. Gebruik voor het meest nauwkeurige resultaat de pritstick. Voor de vier hoektorens van het kasteel heb je kartonnen rollen of langwerpige dozen nodig die langer zijn dan de kasteelmuren. Plak ze in de hoeken vast met knutsellijm. Zodra de lijm droog is, kun je ook kantelen op de torens maken of daken bouwen. Om een dak te maken knip je een papieren cirkel uit. Knip de cirkel aan één kant in tot het midden. Duw de randen bij elkaar, zodat er een punthoed ontstaat en lijm ze aan elkaar vast met de lijmstift. Lijm het dak met knutsellijm op de toren. Vraag een volwassene om een vierkant uit het kasteel te snijden. Dit wordt de deur. Het wordt een ophaalbrug en daarom moet de deur naar buiten worden gevouwen. Snijd het vierkant dus niet aan de onderkant af. Prik met de naald twee gaten in de poort en de kasteelmuur of vraag een volwassene om hulp. Bevestig nu een stuk touw, zodat je de ophaalbrug kunt openen en sluiten. Bevestig de twee touwen met kleine kralen aan de binnenkant van het kasteel en aan de buitenkant van de ophaalbrug. Teken houten balken op de ophaalbrug. Versier het kasteel met ramen, schietgaten en stenen muren. Maak ook een wapenschild boven de ophaalbrug. Waarschijnlijk heb je zelf nog veel meer goede ideeën. Om te zorgen dat iedereen weet van wie het kasteel is, moet je de torentjes versieren met vlaggen. Knip een vlag van papier of vilt en lijm deze vast op de satéprikker. Je vlag is klaar. Je kunt de vlag op het dak of aan de binnenmuren van de hoektorens bevestigen met wat prit posterbuddies. Is het geen schitterend ridderkasteel geworden?